Dit is Lifestyle, het magazine van Omroep PNN over mode, trends, lezen en alles wat het leven mooi maakt. Straks de boekentip van de Piep, maar eerst neemt Natalia ons mee naar de Amsterdam Fashion Week. Hartje Amsterdam, Museumplein. En hier gaat het gebeuren, Amsterdam Fashion Week. Eens kijken wat de trends worden van deze winter, maar ook van volgend jaar zomer. Waarom zijn jullie hier eigenlijk? Nou ja, we volgen allebei een opleiding mode management hier vlakbij op het Jan de Boefrie. Dus we kwamen even een kijkje nemen. Hebben jullie meegekeken hier op het grote beeldscherm? Ja, dat wel. En ook via social media en zo allemaal meegekeken met andere mensen en de livestreams. Dus wel op de hoogte gebleven. Ja, we krijgen steeds meer ready-to-wear. Ready-to-wear betekent what you see is what you get. Zoals we gewend zijn, normaal op de grote shows gaan we de mooie modellen zien. En daarna kun je dat orderen wat er gezien wordt. 9 maanden later wordt dat uitgeleverd in de winkels en dan pas is het te koop. Tijden veranderen. Social media wordt steeds belangrijker, internet steeds groter. En daar moeten we dus aan meewerken. Hoe doen we dat? Door ready-to-wear collecties en what you see is what you get. Nou, wat heeft Amsterdam Fashion Week daarmee gedaan? Amsterdam Fashion Week is gekomen met pop-up stores. Kleine stores met dingetjes die al te zien waren op de shows. Super bijzonder. Hoe slim, briljant plan. We hebben een merchandise store, die is nog even open vandaag. Was eigenlijk voor de afgelopen 4 dagen waarin we de Fashion Week organiseerden. Met 12 grote shows. Die is nu over. We hebben nu nog 2 grote haarshows van onze kapper, onze haarpartner. En dan is het afgelopen. En hoe kijk je terug op voor jullie deze eerste editie? Ja, was spannend. Maar met een nieuwe strategie eigenlijk. Waarin we ook consumentenmerken de kans geven. Niet alleen designers, maar ook een supermarktketen die een Heidi Klum collectie showt. Het was eigenlijk fantastisch. Alle shows waren bommetje vol. En mensen gelukkig en blij. Dus wij ook blij. Geertje, hoeveelste keer is dit? Kun je het nog tellen? De 2e of de 3e. En, maar nu zit je in de grote show. Ja. Ja. Ja, en ik kijk naar geel haar. Ik herkende je helemaal niet. Want kun je het ons verklappen? Ja, want ik heb heel kort haar hieronder. En het is gewoon een pruik. Ik heb sinds 4 jaar weer eens lang haar. Hoe leuk is dit? Echt heel grappig. Hoe laat ben je begonnen vanochtend? 4:30 ging mijn wekker. Dus ik heb even een paar uur moeten reizen, maar ik ben er. En even enthousiast als altijd, toch? Even enthousiast, even nuchter ook. Oh jee. Nou komen zeker de roddels en verhalen, of niet? Nee. Wat vind je het leukste aan vandaag? De mensen hier, het is gewoon allemaal heel gezellig. Het is één team en ja, dat maakt het plaatje gewoon compleet. Kun je ons al een beetje vertellen over de trends van deze winter in Haag? Kijk, wat de trend altijd is, is jezelf zijn. En wij geven zoveel mogelijk handvaten vanuit Welle Professionals om daar ook uit te pikken wat bij jou past. Maar wat het mij wel opvalt is dat je veel, of je gaat in je kleur heel expressief zijn en dan in je coupe misschien wat minder, of juist andersom. Dat is wat mij heel erg opvalt. Gaan we dit dadelijk ook terugzien on stage? Dat gaan we zeer zeker terugzien on stage, ja, absoluut. Nou, dit is toch echt helemaal leuk. Kijk wie we hier tegenkomen, Birgit Lewis. Hallo. Helemaal in de haar en de make-up. Ja, wat een verwennerij, hè? Ik kom hier binnen en mijn grote vriend had zoiets van, nou, dan gaan we gelijk eventjes mooi maken voor vanavond en voor vanmiddag. Dus ja, ik laat me lekker vertroetelen. Hé, maar wat een verrassing dat we jou zien. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Nou, ja, ik mag. Het heeft iets te maken met de einduitslag. En ik ben eigenlijk een beetje een verrassing, hè? Natuurlijk ben ik gevraagd om te komen zingen. Maar ja, superleuk. Het is eigenlijk voor mij voor het eerst dat ik echt zoiets meemaak van dichtbij. Ik heb wel een aantal modeshows meegemaakt. En een Fashion Week een paar jaar geleden. Maar om dat nu zelf zo mee te maken, dat is heel bijzonder. De heksenketel hier, maar I love it. Leuk toch, die hectiek? Ik vind de hectiek wel leuk. Ik ben het ook wel een beetje gewend. Natuurlijk met mijn Ladies of Soul. Hè.
Wat we natuurlijk jaarlijks houden in de Ziggo Dome. En ja, dan is het eigenlijk een beetje precies hetzelfde. Het is gewoon heel veel hectiek, maar wel gezellig. Astrid, kun je ons een klein beetje vertellen wat voor moois je gemaakt hebt? Ik ben geïnspireerd geraakt door La Morella Roya. Dat is een gebouw in Spanje. De architect ervan is Ricardo Bofill. En wat hij eigenlijk heeft gedaan is, hij heeft een gebouw gemaakt. Dat eigenlijk bestaat het hele gebouw uit één kleur. Maar doordat hij veel ruimtelijke vormen heeft gebruikt, ontstaat er een 3D-effect. En dat wou ik dus ook in het haar maken. Dus ja. Nou, als ik er naar kijk, is dat volgens mij wel gelukt. Ik zie mooi die trapjes erin, ja, kleuren die er onderuit komen. Precies. Ik heb de randen ook geschaduwd, zodat het nog meer eruit springt. En ja, ja, het is wel, ik ben er wel blij mee. Ik ben ontzettend benieuwd waar jij geïnspireerd op bent geraakt. Nou, mijn inspiratie was eigenlijk vanuit Madonna. Omdat het thema gender fluid is en zij staat voor sterk feminisme en gender fluidity. En de kleuren zijn geïnspireerd ook door een zonsondergang. Waardoor je echt ziet dat er sterk gepigmenteerd koraal, fuchsia en blauw in de aanzet zit. En heel zacht, bijna verderachtig uitlopend geel in de punten. Een mooie zachte look. Is hier ook make-up. Dus ik heb heel stiekem even iemand op de schouders getikt. Ik zeg, kom, vertel eens wat over de nieuwe trends in make-up. En ze heeft er wat bijgepakt, dus ik ben ontzettend benieuwd. Hoi. Ja, de nieuwe trends in de make-ups voor de winter het blijft heel natuurlijk. Op de catwalk zien we eigenlijk een soort van no-make-up lookjes. Dat houdt in dat het sowieso natuurlijk moet, niet overdreven, mooie huidjes. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor de winter. Gezonde huid, net zoals haar. Het is mooi, gezond, glanzend haar. En dat is eigenlijk met make-up ook. Ik heb even wat kleuren bijgepakt van Alice Faas. Dat zijn echt hele mooie tonen. En je kunt zien, het is heel een mooie natuurlijke bruine toon, een tooptoon. Niet te geel. En wat je heel fijn kunt doen, is het blenden. En dan zie je hele mooie goudachtige gloed verschijnen. Ja, en daarnaast kun je die ook aanvullen. En zeker als je een heel naturel lookje wil doen, maar toch een beetje een leuke touch. Dat je gewoon er nog een hele leuke highlight bij op kunt gooien. En dat ook nog uit kunt vegen, waardoor die mooi dicht kan pakken op je oog. Maar hij kan ook heel leuk bij je cupidoboogje. Binnenkant ooghoekje kan die heel erg leuk voor een lekker frissende blik. Imke, ik zie je kleurverloop in het kapsel. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Jazeker. Ik heb juist gekozen om een combinatie te maken van warme tint en koele tinten. Daarbij is helder wit altijd heel belangrijk in de kleur. Zodat het ook allemaal net zo sterk uitkomt. Ik heb gebruik gemaakt van verschillende elementen. Eigenlijk wat je ziet, ik heb haar gezicht gecomplimenteerd om een druppelvorm te maken. Uiteindelijk komt deze druppel ook weer terug in haar designerjas. Die ze speciaal in Amsterdam hebben gehaald hiervoor. Juist heb ik gekozen voor een rode kleur. Omdat die samen juist met haar aanzet die vrij cool is, juist zo mooi uitkomt. Rood staat namelijk echt voor een power en een krachtkleur. Dat wil ik uitstralen. Want ik denk dat iedere vrouw wel wat kracht en liefde mag gebruiken. Namelijk rood is ook de kleur van de liefde. En juist daardoor het wit om de balans en de rust te houden. Wat ik gewoon belangrijk vind is dat de aandacht absoluut helemaal naar het kapsel en de kleur gaat. Vandaar dat we ook voor deze kledingkeuze hebben gekozen. En mijn model Maud gaat dadelijk gewoon flink stralen. Straks meer over de laatste trends op haargebied. Maar nu eerst naar de bibliotheek voor de maandelijkse boekentips. Omroep PNM heeft de bibliotheek gevraagd om maandelijks een boekentip aan te leveren voor het programma. Deze maand willen we starten met het onderwerp geschiedenis. Het is de maand van de geschiedenis, oktobermaand. En omdat we eigenlijk in de aanloop zitten naar volgend jaar, 75 jaar bevrijding,
heb ik het thema Tweede Wereldoorlog uitgekozen om een tip te geven. Daarbij komt dat er heel veel boeken verschijnen over dit thema Tweede Wereldoorlog. Zowel fictieve verhalen als verhalen gebaseerd op waargebeurde feiten. Nou, deze keer heb ik het boek van Andrew Gross, Alleen Hij. Het is een thriller die uitgaat van wat historische gegevens. De schrijver Andrew Gross heeft de verhalen van zijn schoonvader gebruikt om de situatie in het concentratiekamp Auschwitz in beeld te brengen. Maar de hoofdpersonen zijn gedeeltelijk fictief. Het gaat over de Amerikanen die tegen het einde van de oorlog een middel zoeken om de bevrijding op gang te brengen. En daarvoor hebben ze de kennis nodig van een professor die in Auschwitz terecht is gekomen. Deze professor zou dus bevrijd moeten worden. Daarvoor hebben ze een Poolse man gevonden die verzocht wordt om te infiltreren in het concentratiekamp. En hij heeft dan 3 dagen tijd om zowel die professor te vinden, die professor over te halen, als ook om te ontsnappen uit het concentratiekamp. Een heel spannend verhaal met ontzettend boeiende scènes die wat erg vlot leest en wat een verrassende ontknoping heeft. Een echte aanrader. Een vervolg op dit boek is trouwens ook al verschenen, De Saboteur. En ook daarin gaat Andrew Gross in op het onderwerp Tweede Wereldoorlog. Een geweldig boek wat ook in de Tweede Wereldoorlog speelt is het verhaal van de poppenspeler van Warschau. Het verhaal van een jongetje wat in het ghetto van Warschau met zijn poppenspel kinderen een onbezorgde jeugd wil geven en wil laten ervaren wat het dagelijkse leven nog meer kan zijn. Zijn spel wordt ook opgemerkt door de nazi's in het kamp en uiteindelijk moet hij ook voor de nazi's gaan optreden. Een heel makkelijk, vlot geschreven boek, maar wel erg ontroerend en ontzettend moeite waard om te lezen. Dan hebben we nog het verhaal van een ooggetuige uit de Tweede Wereldoorlog die het concentratiekamp heeft overleefd. Ze heeft haar verhaal opgeschreven en dit is dan weer een heel ander boek wat je kunt gaan lezen. Niet altijd even mooie en fijne lectuur, maar wel op een boeiende manier geschreven. En het feit dat er in heel veel boeken verschijnen over de Tweede Wereldoorlog, daar is dit eigenlijk wel een voorbeeld van. De fotograaf van Auschwitz. Dit gaat over een fotograaf die een opdracht van de nazi's foto's maakte van de kampbewoners. Een waar gebeurd verhaal. Een man die ook besloten heeft om die foto's niet te vernietigen, alhoewel de kampleiding hem dat wel opgedragen heeft. En die foto's zijn ook na de oorlog gebruikt om als bewijsmateriaal te dienen. Ook een erg boeiend boek. Van dit soort boeken zijn er meer geschreven. Je hebt het boek van de tatoeëerder van Auschwitz, de bibliothecaresse van Auschwitz. Echt een hype op dit moment. Over het onderwerp worden heel veel boeken geschreven. Het boek wat ik eerder heb besproken, Alleen Hij, over de man die opdracht krijgt om te infiltreren in Auschwitz. Daar is dit ook een voorbeeld van. Deze man die wil ook zelf binnendringen om in het kamp te ervaren wat de verschrikkingen zijn die de dwangarbeiders en de gevangenen moeten ervaren. Ja, het is ook net alsof het steeds meer besproken mag worden, maar het zijn natuurlijk ook verhalen. Ik heb de bundel nu niet bij de hand, De Laatste Getuigen. Er gaat eigenlijk een hele generatie verdwijnen die nog de ooggetuigen zijn van die oorlog en die dus de verhalen nog kunnen vertellen. En als je het nu niet optekent, dan zal het voor altijd verdwijnen. En misschien is dat ook wel een van de redenen waarom er steeds meer belangstelling voor is. Ook veel belangstelling hier in Pillemaas voor de boeken? Ja, absoluut. Ja. En bijvoorbeeld dat boek wat ik net zei, De Laatste Getuigen, dat zijn ooggetuigenverslagen van mensen uit Limburg. Wat door de krant, volgens mij, zijn die verzameld. En daar is een boekwerk van gemaakt. En er staan ook 1 of 2 mensen uit Pelemaas in die hun verhaal vertellen zoals zij de oorlog beleefd hebben. Terug naar Natalia, waar de uitslag van de H-wedstrijd bijna bekend wordt gemaakt.
spanning is hoog? Ja, het is hartstikke hoog. We hebben nu 5 dagen hier met het hele team gewerkt. Dit is eigenlijk de kroon op ons werk, onze eigen show. En iedereen is super gespannen en er gaat wel wat worden. Leuk. En heb je al een hoogtepunt wat er dadelijk gaat komen, waar je naar uitkijkt? Ja, het hoogtepunt is natuurlijk de bekendmaking van de finalisten. En dan voornamelijk natuurlijk degene die goud gewonnen heeft. Die gaat naar Fashion Week New York, om daar backstage te werken. Die gaat naar Portugal en die krijgt een PR-project. Dus dat is voor die mensen natuurlijk ongelooflijk leuk. Ik vind het bijzonder. Ik vind het sowieso heel erg leuk om jong talent te zien knallen op het podium. En ook vandaag, ik denk dat ik net zo zenuwachtig was als de deelnemers. En het is sowieso altijd leuk om het werk van kappers collega's te zien. Ik geloof het nog helemaal niet. Ik ben nog helemaal aan het trillen. Het is allemaal zo spannend. En ja, je werkt er zo hard voor. Je traint er het hele jaar voor. En dat ik nou hier mag staan samen met mijn model. En ja, het is gewoon fantastisch. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik had sowieso niet verwacht als je meedoet dat je meteen iets gaat winnen. Het is de eerste keer van mij Trend Vision. Maar ik ben echt super trots. Ik heb er eigenlijk niet zoveel woorden voor. Ik ben echt heel blij dat ik de bronzen award heb gewonnen. En ik ben echt blij. Dit was Lifestyle. Volgende week zijn we terug. Tot dan!